Goedemiddag allemaal. Alle kinderen in Nederland zijn vandaag heerlijk aan het buitenspelen. Want het is de 12e buitenspeeldag van Jantje Beton en Nickelodeon. En wij zijn nu op locatie vanuit Jantje Beton in Zaandam. Zaandam, een hele mooie plaats. Maar wat is er vandaag aan de hand met de buitenspeeldag? Waar we jarenlang altijd prachtig zonnig weer hebben gehad. Zelfs hele warme temperaturen is het vandaag heel hard aan het regenen. Maar dat geeft niet, met regen kun je ook buiten spelen. Maar in Zaandam hebben ze ook nog een leuk alternatief bedacht, want we zijn nu in het Tsaar-Peterhuisje. En in het Tsaar-Peterhuisje kun je even opdrogen, maar ook een heel mooi verhaal horen over Tsaar Peter, die hier ooit geweest is. Maar dat kan deze mevrouw je heel goed vertellen. Ja, dank u wel. Het is echt een museum weer, inderdaad. En dat is heel leuk, met zo'n museum weer even naar het Tsaar-Peterhuisje te komen. Een van de oudste huizen van Zaandam, ook een van de oudste musea van Nederland, waar in dit huisje ooit Rusje Tsaar Peter de Grote 8 dagen had gelogeerd. En het huisje, wat nog steeds op zijn historische plek staat, is bijna 400 jaar oud is. En daarover valt inderdaad heel veel leuke verhalen te vertellen. Dit is de slaper. Weet je hoe lang was Rusje Tsaar? Hij was een reus van 2,04 meter vier voor die tijd. En hij moest hier letterlijk in twee opgevouwen met opgetrokken knieën slapen. Anders hij zou niet passen. Wij zijn hier met een paar kinderen geweest. En die kinderen die spraken heel goed Russisch. Want wat blijkt, er zijn heel veel woorden die wij in Nederland net zo zeggen als dat het ook in Rusland. Die heeft Tsaar Peter meegenomen uit Nederland. Toen Tsaar hier was, hij leerde niet alleen scheepsbouw hier. Hij heeft heel veel Nederlandse scheepsbouwwoorden overgenomen naar Russische taal. En op de dag tot vandaag in Rusland gebruiken we die woorden. Dus als ik ga nu losse Russische woorden van Nederlandse herkomst in het Russisch uitspreken, jullie kunnen mij verstaan. Ik zeg natuurlijk stoel. Welk Nederlandse woord is dat? Stoel, inderdaad. Ik zeg in het Russisch kieper. Goed zo. Rukzak. Goed zo. Matras. Matras. Ja. Matros. Matros. Kapitaan. Kapitein. Brukje. Brukje. Knopka. Knopka. Zien jullie, jullie kennen zoveel Russische woorden. Als ik zeg skipper. Schipper, natuurlijk. Rukzak. Nou, wat dachten jullie hiervan? Een echte rugzak.